In november 1918 capituleerde Duitsland en verloor de Eerste Wereldoorlog. De Duitse keizer Wilhelm II kon niet meer naar Duitsland terugkeren en vroeg asiel aan in het neutrale Nederland. De Nederlandse regering stemde hiermee in. De keizer ging op zoek naar een passend onderkomen en vond in 1919 een huis met een landgoed in Doorn. Huis Doorn is oorspronkelijk een uit de 14e eeuw daterende waterburg. Aan het einde van de 18e eeuw was deze verbouwd tot een elegante buitenplaats. Wilhelm laat het huis aanpassen en van alle gemakken voorzien. Ook aanpassingen van het park van 35 hectare, aangelegd in de Engelse landschapstijl, genieten zijn volle aandacht. Van de Utrechtse Heuvelrug woonde de keizer met zijn tweede vrouw van 1920 tot zijn overlijden in 1941. Hij omringt zich met persoonlijke objecten die herinneren aan het voor hem zo dramatisch afgesloten verleden. Voor het keizerspaar van doorslaggevende betekenis bij de aankoop van het huis. Het bood bewegingsvrijheid en de ex-keizer kon er zijn conditie op peil houden. Hij leidde de onderhoudswerkzaamheden. In 1920 liet Wilhelm een verkleinde kopie van de rozentuin in Potsdam de Auguste Victoria Garten aanleggen. Nadat deze in verval was geraakt, werd vanaf 1996 de reconstructie ter hand genomen. Zij dient nog altijd als rustpunt in het park en is een lust voor het oog. De tussen 1810 en 1830 aangelegde Engelse landschapstuin werd in opdracht van mevrouw Van Heemstra in 1919 aangepast. Onder invloed van tuinarchitect Hugo Poortman kregen formele tuinelementen zoals bloemperken een plaats. Als op 4 juni 1941 Wilhelm II komt te overlijden, zal hij, in tegenstelling tot veel van zijn voorouders, niet worden bijgezet in de statige Berliner Dom. Al in 1933 had hij bij testament bepaald in Doorn begraven te willen worden. Tenminste, als ten tijde van zijn overlijden de monarchie in Duitsland niet zou zijn hersteld. De zoon van Willem II, kroonprins Wilhelm, verzoekt architect Martin Kiesling om een ontwerp te maken voor een mausoleum te midden van de door Willem II zo geliefde rhododendrons in het park.
Hier vindt Wilhelm II zijn laatste rustplaats. De keizerlijke residentie in ballingschap is nu een museum. De oorspronkelijke inrichting is nog helemaal intact en biedt de bezoeker een authentiek beeld van internationaal vorstelijk wonen.